Dinsdagavond speelde de ploeg van Albert van der Haar in de bekercompetitie thuis tegen Jong Helmond Sport. Bij winst weet Jong PEC Zwolle zich te plaatsen voor de halve finale van het bekertoernooi. En Jong PEC Zwolle zoekt dan ook gelijk de aanval. Met de lange bal van Mark Bruintjes op Wouter Marinus. En Wouter Marinus kopt de bal bijna over de doelman van Jong Helmond Sport. Maar ook Helmond Sport krijgt de mogelijkheden. Met hier van Heugde. Vindt Thomas de man. De man met de voorzet. Maar de kopbal van Heugde gaat ruim over. En zo zijn beide ploegen gelijkwaardig aan elkaar in de eerste fase van de wedstrijd. Na een klein half uur spelen wordt de aanval opgezet door Helmond Sport. Met Thomas de man. Vindt Arne Nouts. Speelt hem terug op de man. Thomas de man met de voorzet op Arne Nouts. En die kopt de bal over Mike Houtmeijer. En daarmee leiden de bezoekers met 0-1. Maar Zwolle probeert de stand weer snel recht te zetten. Met Benschop. De bal komt bij Jairo Schet. Schet geeft hard voor, maar Erik Israelsson weet de voorzet niet binnen de palen te werken. En zo gaat Jong PEC Zwolle rusten met een 0-1 achterstand. En terwijl Jong PEC Zwolle in de tweede helft op zoek gaat naar de gelijkmaker, valt het doelpunt aan de andere kant. Met de kopbal van Ten Haaf op Mark Bruintjes. Die speelt hem tekort terug op Mike Houtmeijer. En zo kan Ibrahim de 0-2 binnenschieten. En na die 0-2 zet Jong PEC Zwolle alles op alles om toch nog een goed resultaat te halen. Met hier Mark Bruintjes. Bruintjes mag ver komen, legt de bal voor zijn rechter en draait hem knap in de verre hoek. En zo heeft Jong PEC Zwolle nog 5 minuten om de 2-2 te maken. Met Joran Zwart. Draait in de 16 meter, komt voor de voeten van Thanasis Karakounis, maar zijn schot belandt niet tussen de palen. En zo verliest Jong PEC Zwolle met 1-2 van Jong Helmond Sport. Albert van Haar, het was niet zo best vandaag. Nee, er is ook heel veel mee gezegd natuurlijk, dat het gewoon, ja, het was niet goed genoeg. Ik denk dat, ik moet dingen terugkijken, maar qua veldbezetting misschien wel het manier van spelen wat we wilden. En dat we redelijk goed stonden, dat als ik zo van de zijkant keek. Alleen, ja, dan moet je, als je de bal hebt, wel dingen goed blijven uitvoeren. En uiteraard goed blijven verdedigen. En dan moet je elkaar in helpen. Je komt op een gegeven moment 1-0 achter. Maar toch heb je wel... ik vond wel dat het was niet goed. En ik heb wel het idee, we kunnen wel weer terugkomen in de wedstrijd. Waar stokt het vandaag? Ik denk aan de slordigheden. Bij onszelf. Veel fouten persoonlijk. Iedereen. Ik denk dat we daardoor weinig aan het voetballen kwamen. En dat zij vooral in die lange ballen kwamen. Het zit in duels. Ja, het is dan niet onze kracht. Nee. Uiteindelijk komen zij op 2-0 en door een foutje. En dan moet je weer terugknokken. Nou, dan wordt het allemaal wat opportunistischer. Dan spelen we veel op de helft van de tegenstander. Nou, dan hoop je dat je vroeger aansluitend treffer. Nou, ik denk dat Mark hem geweldig binnenschiet en daarmee zijn foutje goed maakt. Maar het was net te kort. Ik denk dat we 5 minuten doorspelen dat het 2-2 wordt. Hè. Daar waren we naar op zoek. Maar als je gewoon de conclusie is en je verliest van Helmond Sport in... dat het gewoon niet goed genoeg was. Dat is de eindconclusie. En ja, we hadden ons onszelf makkelijk kunnen maken in de bekerpool door gewoon te winnen. En dan heb je volgende week Heerenveen uit. En dan heb je eigenlijk geen last meer van andere ploegen. Maar ja, dat heb je nu wel. Ja, nu moet je resultaat halen volgende week. En volgens mij, als ik snel gerekend heb, is een punt genoeg. Ja, is dat misschien het meest teleurstellende dat je vandaag met winst veilig had kunnen spelen voor die halve finale en dat dat dan niet lukt? Ja, nou ja, uiteindelijk worden dan pas de prijsjes verdeeld. Hè. Je wil als trainer alles winnen. Maar als ploeg wil je ook winnen. Hè. Je wil je eigen jongens waar je door de week mee traint, daar wil je gewoon een goed resultaat mee halen. Hè. En dat je elkaar ook daarin steunt. En, ja, dat mis je wel eens. Dat je denkt van even, nou heb je het moment om het te pakken en dan doen we het niet. Dat vind ik gewoon jammer.